dat water ook, die weerspiegeling. Dit is echt zo mooi gedaan. Dames en heren, vandaag is het zo'n dag dat je heel veel achtbanen bestrijden mag. En het is heel belangrijk dat we dat vandaag ook weer gaan doen in deze nieuwe aflevering van No Limits 2. Hartelijk welkom bij aflevering 545. We zijn al zoveel afleveringen verder. We hebben nog steeds plezier in het achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En jullie blijven nog steeds heel fanatiek projecten maken. Super tof. Alleen maar positiviteit, twee duimpjes. En de allereerste mail, heel belangrijk, komt van Coaster Pro, oftewel Coaster Wiz. Hij zegt, hey Vincent, hier nog wat achtbanen. Een hyper en een kiddie coaster. Veel plezier. PS, kan je mij even mailen als de bestanden niet goed zijn verstuurd? Nou, de eerste kan ik al openen. En dat is in ieder geval de Lubrician. En dat is volgens mij niet echt de kinderachtbaan. Althans, als ik de hoogte zie, dan lijkt het me vrij stug als dit gaat om de kinderachtbaan. Maar wie weet, hè, misschien dat die hypercoaster wel dubbel stoerder is. Dubbel zo hoog, wie weet. Iedereen verstaat natuurlijk een kiddiecoaster in zijn eigen termen. Kijk, de ene vindt een kiddiecoaster goed genoeg als hij misschien 35 km per uur gaat. Maar de ander zegt, joh, hij kan makkelijk 70. Dus dat verschil is wel heel erg leuk. Maar oké, dit is duidelijk niet een kinderachtbaan. Ik zie het nu bij de eerste afdaling. Dat zou heel raar zijn als dit een kiddiecoaster was. Maar in ieder geval, hoe hard zal die gaan? Ik gok even een kilometer of misschien 80. Ik denk toch wel harder eigenlijk als ik het zo zie. Ja, we gaan de 104 aantikken. Ik was iets te enthousiast met het raden. Althans, als ik enthousiast ben, dan raad ik meestal wat hoger. Maar in dit geval is het gewoon dat ik wat lager zat. Iets te laag misschien. Maar we gaan lekker door de bochten. Je hebt lekker de ruimte genomen, heel belangrijk. En we maken echt een soort achtje, lijkt het net. We scheuren langs de bomen. We blijven ook vrij hoog boven de grond. Nu gaan we eindelijk eens een keertje wat lager. Dan gaan we over het station heen. Ik moet zeggen, misschien had je de layout wat speelser moeten maken. Althans, wat scherpere bochten en dat soort dingen. Misschien nog een inversie, want je hebt wel heel erg de ruimte genomen, maar misschien wel een beetje te. Want het voelt niet meer echt als een hele spannende baan of zo. Hij gaat wel lekker hard en dat is heel belangrijk. En dat je ook de ruimte neemt is heel belangrijk als hij hard gaat. Maar ik vind hem nog een beetje simpel. Maar dan ben ik weer even een beetje kritisch. En dat mag best wel, want ja, ik wil natuurlijk jullie ook een beetje helpen. Maar misschien is dat ook wel fijn dat ik een beetje kritiek geef op de achtbanen. Kijk, de eerste afdaling is super, dat je zo'n hoge bocht maakt. Misschien had je dit wel een beetje scherper kunnen maken, die eerste bocht. Ik vind het allemaal een beetje overdreven allemaal. Je neemt wel heel erg grote bochten en hier weer zo'n grote bocht. Nou, dan hier weer zo'n grote bocht. Eigenlijk alleen maar van hetzelfde. Je had misschien, kijk, hier speel je een klein beetje meer met de bochten. Een beetje schuin gaan, maar daar krijg je weer wat groots. En zo, ja, vind ik hem een beetje simpel. Maar, al met al, wel een leuke baan. Ik geef hem toch 4 tonnetjes. Gefeliciteerd. We gaan door met zijn kinderachtbaan. En deze achtbaan heet de Vortex. En hij staat op het punt om te vertrekken. Maar ik heb natuurlijk weer een opnamepas. Een VIP opnamepas. En dan mag ik gewoon lekker instappen en gelijk vertrekken. Dit is dus de Vortex. En dit is duidelijk de kinderachtbaan. En volgens mij is deze layout al veel leuker dan die andere. Veel speelser. Leukere bochtjes. En we gaan naar de lancering. Dat is ook alweer leuk. In plaats van weer zo'n ouderwetse optakeling. Gewoon een kinderachtbaan met gewoon een heerlijke lancering erin. We behalen een snelheid van 65 km per uur. En het lijkt net alsof die ondersteund wordt door rotsen. Ook wel apart bedacht. Grappig ook. We verdwijnen hier onder de grond in een tunneltje. Komen er weer boven. En we schieten eigenlijk volgens mij naar het laatste gedeelte van de baan. Met een mooie bocht langs het water en diverse struikjes. Dit is leuk. En dan komen we aan bij het station als het goed is. Ja, misschien dat we nog in een tunnel zouden verdwijnen omdat het hier ook allemaal bergen zijn. Maar dit is gewoon prima. Een hele leuke kinderachtbaan met ook een verrassend begin met de lancering. Ik geef deze gewoon 5 tonnetjes. Gefeliciteerd. En sowieso Coaster Wiz, ontzettend bedankt voor het opsturen, hè? Absoluut. Oh, hij doet 2 rondjes. Gaan we dan ook nog een tweede rondje? Nee, we gaan door. Ik heb even het mailtje in een Word-document gezet, want anders paste die niet op mijn onderbalkje daar zo. Hallo beste Vincent, tijdens de Black Friday dagen was het spel No Limits 2 in de aanbieding. Ik twijfelde geen seconde, kocht een taart en ik heb het spel meteen gekocht. En na 16 uur in het spel was mijn allereerste achtbaan een feit. Dus bij deze stuur ik mijn eerste taart project naar je op.
Het is een Gerstlauer, jammer eigenlijk dat geen traag. Een Gerstlauer Infinity Coaster met heel veel inversies, scherpe bochten en zelfs al een beetje custom scenery toegevoegd. Modellen zijn gemaakt in SolidWorks 2017. De maximale snelheid mag je natuurlijk zelf gaan raden en onderaan staat een Steam linkje. Heel veel plezier met het bestrijden van mijn coaster Fractive. Met vriendengroeten van Jochem Bastiaanse, YouTube kanaal Technical Jump. Nou, bedankt sowieso voor jouw mailtje. We gaan jouw achtbaan bestrijden en ik ben erg benieuwd, want het ziet er nu al heel erg kleurrijk uit. We zien daar een windmolen. Ik heb het spel op pauze staan, vandaar dat de windmolen niet beweegt, want als ik hem nu kijk, zie je. Ik doe hem al meestal op pauze als ik het spel begin. En waarom? Omdat de achtbaan dan nog net eventjes op mij wacht. Dan heb ik even tijd om in te stappen zo. Kan ik even rustig een plekje selecteren. En ook rustig even dit onder mijn facecam schuiven. Wat voor snelheid gaan we halen? Dit ziet er al... Wacht even, even pauzeren. Dit is echt een kunstwerkje. Kijk even om me heen. Geweldig hoe die achtbaan door elkaar heen loopt. Het is nu al gewoon... Ik weet al hoeveel tonnetjes, maar ik wacht er nog even geduldig mee. En jullie weten waarschijnlijk ook al... Ik ga de snelheid gokken op misschien wel 105 km per uur. We gaan naar de lancering. 102, dat is creepy. 102 km. Meestal is het vaak 100 of echt een bepaalde snelheid. Vaak wel 100, maar dit keer 102. Superleuk. En we gaan genieten van jouw opvallende gele achtbaan. De Fractive. En Technical Jump, ik herken hem volgens mij van de livestreams. Hij zit heel vaak... Als ik het goed heb, hè? Want als ik het niet goed heb, dan lieg ik natuurlijk. En dat wil ik ook niet. Maar Technical Jump, die zie ik heel vaak voorbij komen met zijn naam. En dat kan maar één ding zijn, of in mijn Discord, of anders in de livestreams. Volgens mij zijn het de livestreams waar die heel vaak te zien is. Superleuk dat je ook nog heel fanatiek bezig bent met het maken van achtbanen. Super gaaf gedaan. Dit is dus de Fractive. En ik kan er weinig over zeggen dan dat die gewoon heel vet is en goed aanvoelt en... We zien ook de achtbaan daarboven, mooie timing. Ook dat er twee treinen tegelijkertijd op deze baan razen. En schitterend. Ik had wel misschien nog wat statistieken willen weten. Want ik denk dat deze achtbaan toch wel over de kilometer, 1,5 kilometer lang is. Nou ja, de maximale snelheid weten we. Hoogte misschien wel een meter of wat zal het zijn? Doe ik even een gokje hoor. Ja, wat zal dit punt zijn? Misschien een meter of 20, 25 misschien? Maar ik vond het echt waanzinnig. Goed je best gedaan. Bedankt voor het inzenden van jouw coaster. En ga door met achtbanen bestrijden. Of achtbanen maken. Je kan ze ook bestrijden natuurlijk. We gaan door met het volgende mailtje. Hallo jongens, ik heb een zonnebankje genomen. Je ziet het al. Eigenlijk moest mijn baard weg. Maar ze hebben dus... Heerlijk hè jongens, zonnetje. We gaan door met de mail, sorry. Ik was even afgeleid. En het bestand moet nog laden. Jeetje, wat een rommelige aflevering. Hey, hallo Vincent. Ik bedank u alvast voor het bestrijden van mijn achtbaan laatst geleden. Genaamd de Geef mij maar Vekoma. In deze mail vindt u mijn nieuwste project Osage, misschien wel. Ieder jaar wordt een wedstrijd georganiseerd door de makers van No Limits 2. Dit is de grootste en belangrijkste No Limits 2 wedstrijd. Ik had zin om hieraan deel te nemen en ik heb dat dus ook gedaan. Ik ben zesde geworden. De eerste 10 kregen een prijs, dus binnenkort kan ik een trofee op mijn slaapkamer zetten. Serieus? Oh, dat is wel echt heel vet. De achtbaan is gemaakt in FVD++, een programma waarmee je met de grafieken van de G-krachten de baan maakt. Alle gebouwtjes en wachtrijen enzovoort zijn gemaakt in Blender. De baan is zo realistisch mogelijk gemaakt, dus er zit ook sensoren, netten en liftmotor in. De omgeving is gemaakt door Timo Co. En ja, wat je wel duidelijk zal zien natuurlijk. En Coasterkappie, aka Coasterkappie 12, aka Yeet, aka Njentskiller, aka Herkappie, heeft ook meegeholpen. Maar dat was dan voor de video van de wedstrijd. Groetjes van Biff, Poef, Baf, 1, 2, 3. En ook deze jongen stuurt vaak... Heel veel projecten, althans positief bedoel ik, dat hij altijd gewoon projecten opstuurt. Geweldig. Ik ben erg benieuwd naar jouw achtbaan. Zesde ben je geworden. Dat is toch wel een mooie prestatie als je dat kan halen met een officiële No Limits 2 wedstrijd. Wow, dit ziet er al heel goed uit. Wauw, ik ben echt ontzettend benieuwd. Misschien mis je hier nog wel een hekje. Gewoon voor de extra, voor de veiligheid, weet je wel. Is natuurlijk ook belangrijk, want hier heb je wel hekjes toegevoegd, maar aan die kant niet. Ik weet niet waarom je dat niet hebt gedaan, want overal zie ik nu hekjes. Maar het blijkt dus dat de hele rechterkant geen hekje heeft. Nou ja, er zijn ergere dingen. Dit is wel waanzinnig. Gewoon hoe je dit allemaal al hebt gebouwd. Fantastisch. Ik weet niet of we daar naartoe moeten gaan. Want dit is een hekje. Kan die openklappen? Dat kan misschien ook wel even kijken. Nee, ook niet. Wauw, kijk eens even joh. Dit is heel mooi in elkaar gezet.
En daar is de achtbaan. Ik snap waarom je zesde bent geworden. Wacht even, ik ga even uitzoomen, want... Oh, nee joh. Oh, kijk dan jongens, wat een mega achtbaan. Dit is echt waanzinnig. Deze hele route. Je kan hem helemaal uitlopen. En ik ben ook benieuwd wat er gebeurt als je helemaal aan het einde bent. Houdt het dan op of zo? Even kijken hoor. Ja, ik ben weer nieuwsgierig. Oh, het houdt op, ja, oké. Okay. Maar geweldig als je hier komt aanlopen. Dat water ook, die weerspiegeling. Dit is echt zo mooi gedaan. Dit is de wachtrij. En ik kan hem helemaal gaan uitlopen. Dat is in principe wel het idee. Oh, zo'n zigzag, zo'n slalomrij. Geweldig. Ik ben er geen fan van. Maar voor achtbanen zijn ze altijd wel handig. En wat is dit dan weer? Pif, poef, paf. Editing. Efteling is te overrated. Ork, ork, ork. You eat soup with a fork. Oh, lepel. Trap ik er serieus in, hè? Oh my god. Hoe zou de Black Mamba heten als het een onderwaterdier was? Black Gamba. Echt, die dingen hier zo. Mijn opa zei altijd... Oost-West, boeren stinken naar mest. Ik vind het wel mooi. Hier hebben we ook de lokkers. En daar is de achtbaan die eigenlijk op het punt staat om te vertrekken. Maar ik ben natuurlijk wel eventjes hier zo op tijd. En we gaan genieten van jouw Osage. 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 Zo noemen we hem gewoon. Heel mooi ook met die trappen daar. Ik denk dat in een achtbaan wordt gewoon puur genieten. Ik bedoel, als een ontwikkelaar. Als de makers van No Limits al zeggen, joh, jij bent 60 geworden in die wedstrijd. Wie ben ik dan om dan te zeggen van, joh, jij hebt geen 5 tonnetjes verdiend. Wie ben ik dan om te zeggen dat je überhaupt een tonnetje hebt verdiend. Dan ben je niet goed hier, dan ben je niet bij het goede adres. No Limits heeft beoordeeld, je bent 60 geworden met de wedstrijd. Je krijgt een trofee, niet van mij, maar van de ontwikkelaar nogmaals. En geweldig, goed gepresteerd, fantastisch. Met z'n allen hebben jullie dit allemaal voor elkaar gekregen. Nou, we gaan naar beneden. Met een snelheid van maar liefst 138 km per uur. En ik denk dat ik gewoon mijn mond ga houden. Ik denk dat we gewoon gaan genieten van deze rit. Want hier moet je gewoon van genieten. Vooral de instellingen in deze baan. Althans, de sandbox. Fantastisch. Hij raced als het ware door mist heen. Langs bomen, langs een hele grote rivier. En we krijgen hier eventjes een korte break. Nee hoor, we gaan gewoon door natuurlijk. Ook van die netten heeft hij eronder geplaatst, omdat daaronder natuurlijk de wachtrij is. En als we iets laten vallen uit de achtbaan, willen we niet dat het op iemand zijn kop terechtkomt. Dat is natuurlijk ook logisch. Het is een hele duistere achtbaan. Dat merk ik wel, een hele mysterieuze duistere achtbaan. Is er ook muziek toegevoegd? Oh nee, nee, je hoort alleen maar het razen van deze achtbaan door de wind heen. We komen langs de wachtrij en we komen aan bij het einde met ook weer een prachtig uitzicht van dit hele landschap. Geweldig jongens. Ik zeg even jongens, want wauw. Dit heeft natuurlijk 5 tonnetjes verdiend. Maar wat ik al zei, wie ben ik? Wie ben ik? We gaan door met de laatste achtbaan van deze aflevering. Dag Vincent, hierbij mijn tweede achtbaan in No Limits 2. Ook wat statistieken, de lengte is 1 kilometer, een hoogte van 33 meter. Veel plezier in deze Woody, groetjes van Davy. Een hele kort, maar wel krachtige mail van jou. Bedankt voor het opsturen van je achtbaan en we gaan eens even kijken wat je hebt gemaakt. Het ziet eruit als gewoon een klein stukje van een pretpark. Ik zie daar al een zweefmolen, we hebben daar een vrije val. En ik zie hier dan de houten achtbaan met een mooie wachtrij hier zo. Een vrij korte wachtrij. Op zich wel positief. Oh, ik ging natuurlijk door de uitgang. Dat hebben jullie wel gezien, want de ingang is natuurlijk verderop. Even kijken of jullie een beetje scherp waren. We gaan hier dus naar de attractie, naar de achtbaan. We stappen in de Woody en we gaan genieten van deze een beetje lichtbruine tegen oranje aan kleurige houten achtbaan. Hij ziet er al goed uit. Gewoon lekker veel hout. Jee, moet je kijken man hoeveel hout. Volgens mij is het een hele compacte achtbaan, want ik zie niet eens meer de groene omgeving. Ik zie alleen nog maar hout. Moet je kijken, als je kijkt, je ziet gewoon geen opening meer. Geweldig. Heerlijk jongens. Ja, dit is typisch een vorm van een compacte baan. En dan krijg je dit soort praktijken natuurlijk. We hebben geen hoge optakeling, wat hij al zei, 33 meters hoog. Wel een prachtige omgeving met die bergen.
En dan gaan we hier naar beneden met een snelheid van misschien wel 75 tot 80 km per uur. Daar gaan we 87,8. Een mooie snelheid. En hopelijk blijft die snelheid er ook volop in zitten. Dit is een heerlijk soepel baantje. En dat voor zijn tweede achtbaan in No Limits 2 vind ik dit al heel knap werk. Je hebt er gewoon een parkje van gemaakt. Je hebt een mooie wachtrij gemaakt. Een compacte houten achtbaan. Hij gaat vloeiend. Hij ziet er gewoon goed uit. Wat kan ik nog meer zeggen? Dit zijn gewoon heerlijke projecten, jongens, om te doen. En dan mogen er af en toe heus wel eens trollcoasters tussen zitten. Of misschien wel mensen die misschien hun allereerste achtbaan in het spel maken. Ik vind dat die variatie gewoon ontzettend leuk is voor deze serie. Ik vind dat mensen dat ook gewoon moeten durven doen. Hun eerste achtbaan laten zien via de serie. En al is het gewoon om gewoon even een plekje te krijgen in zo'n aflevering. Het is toch gewoon hartstikke leuk, mensen. Tuurlijk. En we komen aan bij het einde, geloof ik. Want dit voelt wel een beetje als de laatste bocht. En inderdaad de remmen en ook nog een inrangeerhokje gemaakt. Geweldig, jongens. Dit natuurlijk ook weer 5 tonnetjes. Ik vond het een aflevering om gewoon 100% van te genieten. Zoals gewoonlijk, maar deze had toch wel hele bijzondere achtbanen. Laat vooral een duimpje achter voor deze achtbanen. En volgende keer zijn we terug met natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet op dat belletje te klikken om geen één aflevering te missen op mijn kanaal. Doei doei!